NPS-parlementariër Patricia Etnel vindt dat de manier waarop de regering sinds 1987 begroot de districten niet ten goede komt. Terwijl het heel bestuur van het land gebaseerd is op decentralisatie. Etnel is de mening toegedaan dat de begroting voor het dienstjaar 2022 ook de gedecentraliseerde aanpak mist. Het lijkt alsof we begroten voor ministeries. Maar de ministeries zijn slechts een werkarm van de regering om het beleid uit te voeren. De districten hebben districtsbesturen. En de districtsbesturen hebben een inherente rol aan die districtsontwikkeling. Zij moeten ervoor zorgen dat de districten daadwerkelijk die ontwikkeling krijgen die we allemaal willen en koesteren. Toch? Dus wanneer we kijken naar die comptabiliteitswet zoals hij nu is, en zoals hij van ons verwacht en verlangt om te begroten, dan zouden we alles moeten doen om ervoor te zorgen dat we de gedecentraliseerde eenheidsstaat gedachte vervat in de grondwet, onze moederwet, onze mamawet, tot uitvoering moeten brengen. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin haalde aan dat assembleeleden moeten weten hoe de grondwet en de comptabiliteitswet werken. In de comptabiliteitswet is er limitatief opgenomen hoe de begrotingen van de staatsorganen worden gemaakt. Dat is opgenomen. Dat is wat hier het proces van strategie tot uitvoering, daar geldt de comptabiliteitswet voor. Maar wat er ook staat, is dat voor de districten, bij de uitvoering van districtprogramma's zoals in wet op regionale organen is opgenomen, dat deze comptabiliteitswet ook daarvoor geldt en niets, ook van toepassing is en niets anders. Dus laten we geen andere beeld en andere situatie schetsen dat de regering hier een begroting heeft ingediend buiten de comptabiliteitswet en zich niet heeft gehouden aan de comptabiliteitswet. Voorzitter, lezen en begrijpen van wetten is ook een kunst. De parlementariërs spraken afgelopen vrijdag bij de voortzetting van de behandeling van de wet op de begroting van het dienstjaar 2022.